Kijk eens. Is dit hem? Nee. Oh, gelukkig. Ik vond hem al zo groot. Je moet niet met je hand erin, want dan gaan ze bijten. Oh. Dit is Dorinthe. En Dorinthe, je hebt een pony. Wat is precies het probleem? Ze bokt. Ze bokt? Ja. Wat betekent dat? Dat ze met haar achterbeen omhoog gaat. Oh, dat is levensgevaarlijk. Ze heet Novia. Ja. Is dit hem? Ja. Oh, ziet er prachtig uit. Daarom heb ik haar ook gekocht. Zit er nog garantie op ergens dat je zegt dat we hem nog terug kunnen brengen? Nee. Ga je mij kusjes geven? Ja. Van wie zou je heel graag les willen hebben? Jeroen Dubbeldam. Hoe is nu? Die ene. Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen! Kom, ga maar naar binnen. Hey Jeroen! Hallo! Hallo! Dorinthe is het, hè? Ja, Novia. Dorinthe en Novia. Nou heeft ze een probleem. Ze bokt een beetje. Oeps. Ze doet dus zo. Dan gaan we dat toch oplossen? Ja. Ik zou zeggen, ga er maar eens op zitten. En dan gaan we kijken waar het probleem ligt. Even de teugels goed. En rij maar eens gewoon weg. En aangalopperen. Kom. Iets meer. En blijf in galop, hè? Kijk, daar ligt het probleem een beetje. Ja, zie je, daar was het eerste kleine bokkensprongetje al. Terug naar de rechter galop. Zie? Oké, even stappen. Oh. Stop. Zo, ik heb het gezien nou. Hey? In het begin was het niet, want dan wilde ze nog wel even lopen. Maar op een gegeven moment dan wordt ze wat luier. En dan wil ze niet meer zo graag lopen. Dan kom jij met je been. En dan bokst ze tegen jouw been. Je zegt, het is een luie paard. Ja, natuurlijk. Nee, maar gewoon liever niet aan het werk willen. En wat moet zij nu doen? Dat jij daar ietsjes consequenter in bent van... Hé, hey, er wordt hier niet gebokt. Je galoppeert gewoon voorwaarts voor mij uit. Ja? Zou we even meer de baas zijn nu? Ja, we gaan nou het probleem oplossen. Ja. Hey? Oké, ik zou de teugels iets korter pakken. Zo, en dan galoppeer je aan in de hoek. Doe maar iets harder. Zo, ja. En dan een mooie rechte lijn rijden, hè? Zo, niet voorover gaan leunen. Blijven zitten. Je weet al ongeveer wanneer ze gaat bokken. Dan ga jij al zelf al een klein beetje half uit het zadel. Dan geef je al aan van bok maar. Op dat moment ga jij juist het tegenovergestelde doen, hè? Dan leun je iets achterover, wat normaal niet hoort, hoor. Want zij gaat dan iets naar voren, hè? Dan doet ze het neusje wat omlaag en het kontje omhoog. En boef, de bokkensprong is er al, hè? Ja. Zullen we nog een keer proberen? Ja. Kom. Hou voor je. Gaat dan weer te langzaam. Achterover. Niet uit je zadel laten trekken. Beetje achterover leunen. Goed werk. Goed, hoor. Ze bokt dan niet meer nou, hè? Nee. Als het dan goed gaat, dan beloon je even een keer van oké, dit was goed. Gaaf, meisje. Ja, goed zo. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel beter. Nou mag het heus wel eens een keer misgaan. Dat gaat bij ons ook wel eens een keer mis. Daar is het ook sport voor, hè? Ja. Maar als je maar weet hoe je het aan moet pakken, dat is heel belangrijk. Ja. In ieder geval heel consequent. Kijk, dat mag niet. Dus dat is belangrijk. Zolang zij dat neusje mooi daar heeft, heb jij controle. Ja. Ben jij de baas. Dan ging hij weer met het neusje naar beneden, hè? Dat mag niet. Ja. Zorg dat het neusje omhoog blijft. Galoppeer nog maar een keer aan. Kom aan. Het neusje omhoog van de pony. Heuvel oprijden in plaats van de heuvel naar beneden. Zeer goed. Maar nu toch al aardig onder controle, hè? Achterover, neusje omhoog. Kijk eens aan. Neusje omhoog en voorwaarts galopperen. En achterover blijven zitten. Zeer goed, Dorinthe. Oké, even stappen. Dorinthe, denk jij dat je toe bent aan de finale? Ja. Denk je dat je kan springen met het paard zonder dat hij gaat bokken? Dat hoop ik, maar ik denk het wel. Denk erom dat neusje omhoog houden van de pony, hè? Dit is een goed tempo. Kijken naar je hindernis. Hop. Zeer goed. Ah, goed, hè? Ja, heel goed. En dat zonder te bokken. Goed, hoor. Dorinthe, gefeliciteerd hoor. Super. Heel goed gedaan. Ja, goed gedaan. Novia, is jouw probleem in me opgelost? Ik denk het ook. Dorinthe, jouw probleem ook? Ja. Jullie beide problemen zijn opgelost. Gefeliciteerd.